Een goede avond, beste vrienden, liberaal-democraten, burgers van het land. Ik moet zeggen, ik ben bijzonder blij dat ik de kans krijg om hier vandaag toch als uw allereerste minister en voor de tijd dat ik eerste minister ga blijven, om u hier vandaag dan toch te mogen toespreken. En ik moet zeggen, het doet mij veel plezier dat ik zo lang eerste minister in dit land mag zijn. Ik had dat zelf nooit gedacht. Ik ben natuurlijk van nature altijd zeer positief ingesteld geweest. Maar ik had nooit gedacht dat ze mij ooit op hun blote knieën gingen vragen of ik niet alsjeblieft terug eerste minister zou willen worden. Ik had eigenlijk eerlijk gezegd, ik had gedacht tegen mijn 55ste ben ik binnen en dan ga ik rentenieren in Toscane. Nu, binnen ben ik, maar ik zit niet in Toscane. Ik vind het niet erg, beste vrienden. Ik moet wel toegeven dat niet iedereen in onze partij deze evolutie even graag heeft zien gebeuren. Er is niet voor niets een spreekwoord binnen de Open VLD dat zegt: als de gucht zucht, is de rest bucht. Maar ik denk, beste vrienden, dat de les die wij moeten trekken uit heel mijn regeerperiode toch een les is van positivisme. We moeten altijd alles positief zien. En ik ga u een paar voorbeelden geven. Bijvoorbeeld een voorbeeld uit de politiek. Zeg niet Louis Michel is te dik. Nee, zeg wel Louis Michel gaat van naam veranderen. Voortaan is Louis Michelin. Het is hetzelfde, maar het klinkt beter. Zeg niet, Michel Dardenne drinkt te veel. Nee, zeg wel, Michel Dardenne heeft een aangepaste lever. En zo moet je dat op alle gebieden doen. Zeg niet, Lorette Onkelings was een incompetente trut. Nee, zeg wel, dankzij Lorette Onkelings hebben wij ingezien wat voor een goede minister van Justitie Mark Verwelgen altijd is geweest. En je kunt dat ook op andere domeinen toepassen. Zeg niet, ik krijg veel boetes. Nee, zeg wel, ik heb een abonnement bij de politie. Het is helemaal, het klinkt beter. Hè? Zeg niet, de mensen worden steeds ouder. Zeg wel, de rusthuizen zijn groeibedrijven. Zeg, voor de bedrijfsleiders onder u, hè, we zijn toch nu economisch bezig. Zeg niet, we gaan mensen buiten gooien. Zeg wel, dat is een agendapunt voor onze ondernemingsraad. Het is hetzelfde, maar het klinkt beter. Hè? Zeg niet, om terug te keren naar de politiek, zeg niet Vrij van den Bossen. Kennen ze nog Vrij van den Bossen? Hè? Meer benen dan verstand. Zeg niet, Vrij van den Bossen is minister mogen worden omdat zij de dochter is van haar vader. Nee, zeg wel, Vrij van den Bossen is minister mogen worden omdat wij de vader wilden worden van haar dochter. Ja, als ik het een beetje trager moet zeggen, moet ik het zeggen. Hè? Beste vrienden, ik ga u nog één voorbeeld geven. Dat is een voorbeeld uit de sfeer van de werkgelegenheid. U weet dat ik bijzonder veel belang hecht aan werkgelegenheid. Ik heb ooit in mijn carrière 200.000 nieuwe jobs beloofd. 200.000? Ik heb zelfs een studiebureau gevonden dat bereid was om te zeggen dat ik ze gehaald heb. Nee? Nu, 200.000, pas op, 200.000, je moet dat bedrag niet te letterlijk nemen. Hè? Ik ben een van die mensen die nog altijd in Belgische frank denkt. Maar waar ik wil toekomen, stel dat je ooit in de positie bent dat je iemand op je werk moet buitensmijten. Zeg dan niet waar de collega je bent ontslagen. Nee, zeg dat positief. Zeg waar de collega. Wij beseffen dat ons bedrijf niet zonder u kan. Maar we gaan toch proberen. Ik zie tot mijn groot plezier dat een aantal mensen dat heeft opgeschreven, dus dat komt wel goed. Beste vrienden, ik denk dus dat wij kunnen besluiten, wees altijd positief, verzorg de vorm, vergeet de inhoud en zeg nooit meer. Zeg nooit meer dat Guy Verhofstadt geen visie heeft. Ik heb wel visie, televisie. Ik dank u.